Dier en Vriend TV, het dierenprogramma van Stichting Mens en Dier Nederland, wordt mede mogelijk gemaakt door Haaglanden Huisdieren Crematorium en Relax Music for Animals and Humans. En als eerste in deze aflevering van Dierenambulance on the Road gaan we geen kat ophalen, maar uitzetten. Deze kat is gevangen met een zwerfkatactie. Dan worden ze gevangen en dan worden ze bij ons gesteriliseerd, gecastreerd. En als ze dan weer opgeknapt zijn, dan worden ze op de plek van waar ze gevonden zijn, dan worden ze weer teruggezet. Ja, dat is echt uitsluitend met katten die echt wild zijn. Hè? Want tamme katten worden natuurlijk nooit op straat gezet. Tamme katten zetten we niet terug. Tamme katten die proberen we helemaal te socialiseren. En die gaan dan eventueel door naar het HDC, want daar zijn ze er wat meer in gespecialiseerd. En de echte wilde kat, de echte zwerfkatten, die gaan echt weer terug naar buiten. En als ze gewond zijn, waar blijven ze dan? En als ze gewond zijn, dan blijven ze bij ons. En waar hij is opgehaald, wordt hij natuurlijk ook weer teruggezet. Maar deze kat die kwam eigenlijk veel bij deze mensen dan? Ja, ik denk dat deze mensen ze ook hebben gevoerd. Ik ga even aanbellen. De bewoners waren natuurlijk blij dat hun kat weer terug was, ook omdat ze hem regelmatig te eten gaven. Maar nu moet hij natuurlijk nog wel uit zijn mandje. Zo, jij hebt je vrijheid inmiddels weer terug, alleen kan je je niet meer voortplanten, want dat is natuurlijk enorm belangrijk, zeker in deze tijd. Maar kijk natuurlijk wel uit voor alle auto's. We hadden de kat nog niet uitgezet en er waren inmiddels alweer een aantal nieuwe meldingen, waaronder een meeuw die was gevonden door een medewerkster van Vestia. Die achtergevonden en midden in de weg, die kon niet echt bewegen, niks, fietsen omheen, auto's omheen, dus ik vind het erg zielig. Ja. Dus hebben ze nou meegenomen, gelukkig. Oké. Okay. Zat wel schrafwonden en zo. Een beetje bloed. Maar ja, gaan we even kijken. Moet je even kijken. Dus... Ook die kunnen al heel gemeen bijten. Ja. Nou, sorry vriendinnetje. Ja, dat doet iets pijn bij haar. Ik denk een voet of zo. Ja, deze poot is helemaal opgezwollen. Oh. En die is natuurlijk schadig. Dus ik denk dat ze een gebroken poot hebben. Oh jee. Je bent er duidelijk mee begaan met het dier, dat zie ik wel. Ja, ik ben gek op dieren. Ja. Natuurlijk nemen we de meeuw mee en zullen hem zo dadelijk brengen naar het vogelasiel. Maar eerst kregen we nog een melding over een zwaar gewonde duif. Ja, nou dit gaat hem ook niet meer worden hoor. Deze jonge duif was er wel heel slecht aan toe, die gelukkig wel is gevonden door deze kinderen. Ja. Wij zagen snel het nest waar deze jonge duif was uitgevallen. En ook de moeder, die vast nog wel een tijdje op zoek zal blijven naar haar jong. Maar ja, daar is helaas niets aan te doen. We brengen de zwaargewonde jonge duif dus nu naar het vogelasiel, liefst zo snel mogelijk. Maar ja, als je dan weer op de linkerbaan zo'n treuzelaar hebt, schiet het niet echt op. Zoals de vaste kijkers zeker al weten, is dat wij een grote diversiteit aan dieren ophalen en indien nodig eerste hulp verlenen. We gaan even een egeltje ophalen. Ik weet niet hoe oud hij is, of het een baby-egel is of een volwassen. En die willen zich graag nog wel eens ergens onder verstoppen. Dus het is wel zo lekker onderweg dat hij eventjes onder de krantenknipsels kan kruipen. Ik had een andere handje moeten nemen. Zal ik hem met blaadjes en al? Oh, je hebt al dingetjes erin. Ja. Nummer 5 is dat. Ach, Gosje. Ik zal hem even pakken. Met zijn leuke toetje op de... Schattig zijn ze, hè? Zijn ze leuk. Kira. Hi. Je bent nog te klein om alleen te lopen, hè? Ja, ik denk dat de moeder wat overkomen is, want moeder zie ik de hele tijd niet. Hij heeft wel gegeten, want ik zag een poepie liggen ook. Kattenbrokjes, dus hij kan al wel zelf wat eten. Het is een jong egeltje. Die is nog een beetje te klein om straks alleen de winter in te gaan. Daar is hij te licht en te klein voor, dus dat gaat hij niet redden. Dus deze gaan we brengen naar de baby-egelopvang. Oké, en u heeft hem gevonden? Ja, de 5e op rij. Nou, hier vlak in de buurt. De overkant daar, een smalle strook. Met wat struikjes en gras en zo. Maar het is vlak naast de tramlaagbaan. En het fietspad, en als ze dan nog een stukje gras oversteken, lopen ze op de weg. Wat dus bij één al het geval was. Oké, okay, dus, ja, dat moeten we niet hebben. Nee,
Dat was de link voor die beestjes, dus dan neem ik ze mee. Hè. Ze zijn zo schattig, deze lukt dat niet. Als je ze op de rug, hè, dan zie je die pootjes en dat snuitje allemaal. Nee hoor, nee. Kira? Nadat we de egel lekker onder de kranten hadden weggezet en nog even met de huishond hebben gespeeld, gaan we weer verder naar onze volgende klus. En dat was eigenlijk ook best wel weer een vervelende, want er was namelijk door de politie was er een hond gevonden die vastgebonden zat bij Albert Heijn. Nu kan het natuurlijk zijn dat iemand zijn hond is vergeten, maar we vrezen voor het ergste. Deze hond die stond nog bij de Albert Heijn aan de Grote Marktstraat. De beveiliging belde, want ze hadden gezien dat hij door zijn baasje was achtergelaten. Ja. En duurde wat langer dat het baasje terugkwam. Dus we hebben hem na anderhalf uur hebben we meegenomen. We hopen dat iemand zich gemeld heeft hier, maar dat is nog niet gebeurd. Dus hopen we dat hij bij jullie een goed plekje krijgt en dat hij alsnog de eigenaar alsnog komt. Ja, we gaan even kijken of hij gechipt is. En die heeft hij. En alhoewel de hond gechipt was, bleek deze niet op naam te staan, dus daar konden we niets mee. Wij zijn er enigszins angstig voor dat deze hond is gedumpt als oud vuil, maar laten we hopen dat het baasje zich alsnog meldt. Natuurlijk willen we wel de politie Haaglanden weer bedanken voor de tijdelijke opvang. Dier en Vriend TV, het dierenprogramma van Stichting Mens en Dier Nederland, wordt mede mogelijk gemaakt door Haaglanden Huisdieren Crematorium en Relax Music for Animals and Humans.